Op verschillende scholen is vandaag het Holi Phagwa feest ingeluid. De leerlingen hebben indachtig de achtergrond van dit feest elkaar flink gesmeerd met gekleurde poeder. Onze redactie nam een kijkje bij de OS Petunia en de Kangoeroeschool, waar het feest ook uitbundig is gevierd. Holi is oorspronkelijk een nieuwjaarsfeest van de Hindoes. Het is daarnaast ook een lentefeest, omdat deze periode samenvalt met het begin van een nieuw seizoen. Phagwa is echter ook een bezinningsfeest. Het begin van een nieuw jaar en de lente zijn mooie momenten om het verleden af te sluiten en een nieuw begin te maken. Holi Phagwa is daarnaast ook een feest waarmee eenheid wordt gedemonstreerd. Door de kleuren ziet iedereen er hetzelfde uit en wordt er geen onderscheid gemaakt. Tijdens Holi wordt het verhaal van prins Prahlad herdacht en dit verhaal laat zien dat het goede altijd het kwade overwint. De Hindoes steken een dag voor het Holi-feest een brandstapel in vuur. Hiermee symboliseren zij de verbranding van de heks Holika. De volgende dag besmeren familie en vrienden elkaar met as en wensen elkaar het beste toe.